Frank, Rijke, jullie komen bij elkaar als Rotterdamse topsporters. Ja. Je krijgt een clinic over shorttracken en over doorzetten in het sport. Dan komt er een pokertoernooitje, allemaal een beetje ludiek. Mm. Maar jij pakt gewoon even 2000 euro, hoe is dat? Ja, dat is heel, heel gaaf. Ja. Ja, ik kom hier naartoe inderdaad ook gewoon om iedereen weer te zien. Even de updates met de topsporters en gewoon elkaar weer even zien. En samen eigenlijk de sport ervaren. Ja, en toen kwam het pokertoernooi als mooie extraatje erbij. En om dat te winnen en zo'n prijs mee te nemen is helemaal te gek. Ik kom zelf vrijwel nooit in een casino, maar je kreeg het meteen in flappen cash gewoon uitgereikt. Wat ga je ermee doen? 20 euro was het overigens, symbolisch uiteraard. Ja, wat ga ik ermee doen? Ik weet het niet. Ja, ik probeer een mooie investering te vinden. Daar ben ik al een tijdje naar op zoek. En ik denk als ik die heb gevonden, dan ga ik dat geld gebruiken om te investeren en uiteindelijk weer verder te bouwen. Hoe belangrijk is dat jullie als Rotterdammers onder elkaar zo af en toe bij elkaar komen? Ja, het is heel gaaf. Het is best wel motiverend om van anderen te horen hoe het gaat en hoe hun opbouw is. En dat motiveert mij ook eigenlijk in mijn sport. Dus het is heel leuk om elkaar te zien. Daarbij is het altijd leuk als je je maatjes weer ziet natuurlijk. En je hebt altijd wel wat met elkaar te delen. Dus ja, het is best wel belangrijk en mooi. Dat is natuurlijk het leuke nieuws van deze avond. Ja, wat minder was. Jullie hadden een WK in Stuttgart. Dan probeer je als landenteam te plaatsen in het turnen. Ja. En dat is niet gelukt. Nee. Ja, wat doet dat met je en wat gebeurde er? Ja, dat is heel klote. De wedstrijd begon heel goed eigenlijk. Je hebt 6 toestellen in turnen en de eerste 3 toestellen ging perfect. 4e toestel ging ook nog perfect. En bij het 5e toestel liep het eigenlijk helemaal mis op sprong. Toen hadden we 2 vallen meetellen en 1 hele goede sprong. En ik zelf was niet heel goed in sprong sinds ik een knieblessure had. Dus ik ben nog niet volledig hersteld daarvan. Dus dat was helaas te duur en toen hebben we heel veel punten verloren. Dus, wat normaal, jouw specialiteiten zijn vooral, wat ik begreep, rekstok en brug? Ja, klopt. Ja, daar ben ik nu echt op aan het doorpakken. En de trainingen nu gaan echt zo extreem goed dat ik echt denk dat ik heel snel heel dicht bij de top kom. Ik hoor natuurlijk altijd graag de mooie kant, hè? Maar hoe is het om zo'n Olympische droom uiteen te zien spatten? Ja, dat is echt heel heftig. Vooral met het team, gewoon om anderen te zien ook. Ik heb het gelukkig 1 keer kunnen meemaken, maar er waren ook jongens die dat niet hadden gedaan. En sowieso voel ik me al kut. En om hen zo te zien, dat doet nog meer pijn eigenlijk. En op het EK zijn er nog 2 plekken te veroveren voor de Spelen. Ik hoop dat een van de jongens van Nederland dat meepakt. Want dat is voor jou persoonlijk, kan dat niet meer? Ja, voor mij zou het wel kunnen, maar ik heb best wel problemen met mijn knie. En om dan weer een meerkamp op te bouwen, zou ik echt flink door de pijn heen moeten. En ik weet niet of dat het waard is. Dus ik zit nog een beetje in de twijfelfase, maar ja, ik denk dat het voor bijvoorbeeld een Casimir makkelijker wordt. Ja. Wel precies, want op een individueel onderdeel lukt sowieso natuurlijk niet meer. Ik zou 2 keer kunnen winnen op de EK en dan heb ik helaas nog steeds geen Olympische ticket. Maar dat is nog wel het doel, zeg maar. Maar Olympisch spelen wordt heel moeilijk. Ja. Hoe is het dan? Moet je dan heel je plan en je schema voor de komende tijd omgooien en eigenlijk heel ergens anders op richten? Nee, niet per se. Ik heb altijd mijn grote passie is nog steeds turnen. En ik denk nog steeds dat ik er heel goed in kan worden, dat ik medailles kan winnen. Dus wat dat betreft hoef ik het niet om te gooien. Het is nog steeds dat ik zo goed mogelijk probeer te worden in turnen. En dat verandert niet. Dus daarbij. Het is geen reden om iets drastisch te doen nu. Dus blijf lekker turnen. Parijs 2024, kan dat gewoon nog? Ja, ik bekijk een beetje dag tot dag. En tot nu toe gaat het supergoed, dus ik heb extreem veel motivatie op het moment. Dus het kan zeker, maar we gaan het meemaken.